Welkom op mijn YouTube-kanaal. Het is tijd voor een nieuw Commodore 64 project. Ik werk al sinds de kerst 2018 aan dit project. En het is bijna nu paas 2019. Het is half april. Dus het is al best een project dat een tijdje loopt. Maar ik werk er natuurlijk niet constant aan. Het is een beetje af en aan. En het idee voor dit project, dat begon eigenlijk in een gesprek wat ik had met een neefje van mij, Jeroen Venneker. En we hadden het erover dat het misschien leuk was om een weekendje bij elkaar te komen om lekker te gaan programmeren. Want Jeroen is 21 jaar oud, maar hij heeft wel echt een passie voor die oude computers en oude spelcomputers. En hij houdt erg van programmeren, dus dat leek gewoon een leuk weekend om daar ons tijd aan te besteden. En toen besloten we om een chatprogramma te maken voor de Commodore 64. Dus we wilden kunnen chatten over het internet, via wifi, over het internet. En dan besloten we ook nog om het te programmeren in assembly. Want uiteindelijk wil ik het programma graag in een cartridge kunnen gieten. En dan is basic niet erg geschikt. Assembly is dan de juiste keuze. Nou, dat weekend hebben we natuurlijk gedaan. Dat was erg gezellig. En aan het einde van het weekend hadden we ook wel een werkende versie. Maar ik heb het daarna nog wel verder opgepakt. En ik ben door gaan werken eraan om het een beetje te perfectioneren. Want gaandeweg leer je steeds meer en heb je in de gaten dat dingen anders kunnen of beter kunnen. En het is nog steeds niet helemaal af. Maar ik heb in ieder geval genoeg om een video te maken en om het project verder te werken. Er komen in deze playlist meerdere video's. Allemaal gerelateerd aan het project. Maar niet allemaal heel specifiek over de Commodore 64. Ik maak namelijk gebruik van een Arduino. Met een displaytje. En ik heb bijvoorbeeld verschillende displays gebruikt. Dus daar wil ik een videootje over maken. En ook kom ik erachter dat mijn voedingen die ik gebruik voor de Commodore 64. Ik heb een voeding voor de Commodore. En eentje, of eigenlijk meerdere, voor disk drives. Die altijd aanstaan als ik mijn Commodore opstart. En die voedingen die worden gewoon erg oud. Dus ik wil eigenlijk een nieuwe voeding maken. Één grote voeding die mijn Commodore en al mijn disk drives kan voorzien van stroom. En dat heeft natuurlijk weinig te maken met dit project, maar het is wel een Commodore project. En dat wil ik allemaal aanpakken in deze playlist. Nou, laten we gaan kijken naar het chatprogramma. Ik zal iets meer vertellen over het project. Hier ligt de laatste versie van het project. En ik maak dus gebruik van een microcontroller. Hier zie je hem. Het is zo eentje. Zo'n ESP8266 met zo'n wifi chip. En dit is geloof ik een WMOS D1 Mini. Heeft beperkte I.O. maar precies genoeg voor wat ik nodig heb. En het is een lekkere snelle microcontroller. Wat sneller als een Arduino. En hij heeft meer geheugen en geïntegreerde wifi dus dat is heel fijn. Nou, die microcontroller die zorgt uiteindelijk voor de communicatie over wifi en over het internet. Deze verbindt dus met een server op het internet en die server is verbonden met een database. En daarin worden alle berichten opgeslagen. En dit dingetje haalt dus die berichten op uit die database. En die voert ze aan de Commodore 64 over een seriële verbinding. Dus ik heb een seriële verbinding vanaf de Commodore naar deze. En deze gaat het internet op naar een website. En die haalt dan die berichten op voor deze gebruiker. En het is de bedoeling dat dit project dus onafhankelijk van de Commodore stroom krijgt. Dus als de Commodore uitstaat, dan kan dat displaytje nog steeds laten zien dat er misschien nieuwe berichten zijn. Nou, er zijn nu geen berichten. No messages. 11:20 voor het laatst gesynchroniseerd. En ik heb hier een oudere versie liggen. En die is wat minder vaak gesynchroniseerd. En die heeft dus nog 43 boodschappen op te halen. Deze heeft, zoals je ziet, een ander display, een groter display. Maar deze is iets te groot om in een cartridge te passen. Want uiteindelijk moet alles in een cartridge komen. Kijk, die ligt hier. Dat is een blanco cartridge. 16K, maar ik heb zometeen een 8K genoeg. Dus alleen deze wordt bezet. Die moet een beetje opschuiven, denk ik. Ik moet natuurlijk een nieuw printje maken daarvoor. En dan kan die WMOS daar mooi naast. En een display erop. En een voedingsconnector aan de andere kant. Want hij moet dus zelf voeding kunnen krijgen natuurlijk. En dit ding, dat steek ik dus in de Commodore. Nou, die heb ik hier eventjes op schoot. En die komt dus hier aan deze kant erin gestoken. Daar gaat de cartridge in. De seriële verbinding die ik nodig heb, die zit helaas helemaal aan de andere kant. Hier.
Kijk, en die komt dus met deze connector, komt die daar dus in. En er loopt straks dus een draad vanaf hier, naar die cartridge. Ja, en dat vind ik een beetje jammer eigenlijk toch. Dus het liefste zou ik alles via die cartridge poort doen. Maar dat is echt een behoorlijke uitdaging. Seriële communicatie via zo'n cartridge poort, dan moet je eigenlijk de hele boel zelf opnieuw schrijven. En ik weet niet of me dat gaat lukken. Als compromis zou ik nog wel deze kunnen gebruiken. Dat is een stuk vriendelijkere connector. En dat is de seriële bus. Daarop zitten ook de disk drives en eventueel een printer als je die aan wil sluiten. En dat is een wat prettigere connector. Dus dan zou ik een snoertje hebben vanaf deze naar de cartridge. Dat ziet er wat fraaier uit, denk ik. Als dit monsterlijke ding hierin te prikken. Maar goed, maar het gaat dus zo werken. Deze gaat hierin straks. En die wordt verbonden met de seriële poort van deze microcontroller. En zo kan ik communiceren naar het internet. Nu weet ik wel dat dit wiel al een keertje eerder is uitgevonden. Er zijn mensen die de Commodore hebben verbonden met het internet. Of modernere modems hebben gemaakt om te connecteren aan het internet of aan elkaar. En zoiets bestaat dus eigenlijk al. Maar het is natuurlijk gewoon erg leuk om jezelf uit te dagen en zoiets te maken vanaf scratch. En daar leer je een heleboel van. Dus dat is het doel. En daarmee gingen we aan de slag. Dit zijn beelden van ons hackweekend, zoals we het noemden. Jeroen is hier bezig met assembly programmeren. En ik ben bezig met het Arduino deel. Als je zoiets maakt, dan programmeer je eigenlijk op 3 levels tegelijk bij het ontwikkelen. Namelijk het assembly deel, wat de Commodore moet gaan draaien. En die communiceert met een microcontroller. Dus ook die code moet je schrijven. En een microcontroller, die communiceert weer met een webpagina. Dus je bent PHP aan het programmeren voor de webpagina. C voor de microcontroller. En assembly voor de Commodore 64. En alles moet met elkaar afgestemd worden. Dus je moet een heleboel ballen in de lucht houden. Er is natuurlijk een heleboel informatie te vinden op het internet over assembly programmeren voor de Commodore 64. Maar soms is het toch gewoon het handigste als je iets kan bladeren in een boek. En een beetje kan lezen en wat opzoeken. En daarom heb ik dit boek gekocht. De Commodore 64 Programmers Reference Guide. Dat is het naslagwerk voor programmeren in de Commodore. En ik heb er 2 op de kop getikt. Eentje voor mezelf en eentje voor Jeroen. Zacht, dat is wel goed. Om te laten zien hoe het chatprogramma moet gaan werken, heb ik even 2 van die printjes opgebouwd. En die hangen allebei aan mijn computer. Allebei op een eigen seriële poort natuurlijk. En op mijn computer heb ik 2 keer de VICE-emulator opgestart. En de een is gekoppeld aan het ene printje en de andere aan het andere printje. En ik kan nu dus bijvoorbeeld hier een bericht intoetsen. Hallo, ik ben nieuw hier. Als ik op F7 druk, dan wordt het verstuurd. Ik kan ook nog een regel intoetsen. Nog een regel. En nog een regel. En als ik op de 3e regel op enter druk, op return, dan wordt het natuurlijk ook verstuurd, want ik kan niet verder. Dus nu wordt het verstuurd. Nou, aan de andere kant nu zien we hier dat zometeen de cursor sneller gaat knipperen. Dat betekent dat die dingen aan het ontvangen is. Kijk, daar gaat hij. En ondertussen kan ik gewoon iets intypen alvast, hè? Want ik was misschien wel iets aan het typen. Wel iets aan het typen, F7. Nu staan ze allebei te ontvangen. En je ziet dus dat wat ik zelf intyp, dat wordt aan de rechterkant uitgelijnd. Hier zie je het beter. En wat ik ontvang, dat wordt dus aan de linkerkant uitgelijnd. En ik zie dus eerst staan hier Jeroen, et al, met een datum en tijd erbij. En dan het bericht wat Jeroen intypte. Dus aan deze kant heet ik Jeroen. En aan deze kant heet ik Kees. En standaard typ ik dus hier aan de hele groep. Aan iedereen die in de chat-applicatie zit, typ je de berichten. Iedereen ontvangt alles. Hallo, groep.
Maar als ik nou iets specifiek aan iemand wil richten, bijvoorbeeld aan Kees hier ook, vanaf deze kant, dan kan ik zeggen add Kees, dubbele punt, dat is het format. En dan kan ik zeggen dit gaat alleen naar Kees. Dan zie ik hier ook staan in mijn verzonden berichten, add Kees. En hier, Kees die gaat ontvangen. Het gaat niet heel snel, hè, maar ja, het is ook 1985, toen gingen dingen nog niet zo snel. Toen vonden we dit al heel erg mooi. Dus we zien hier staan, Jeroen, add Kees. Dus ik kan ook aan deze kant zien, aan de ontvangende partij, dat het een bericht is wat specifiek naar mij is gestuurd. En het staat er ook bij, dit gaat alleen naar Kees. Nou, prima. Aan deze kant is het scherm weer leeg en mijn programmaatje heeft al gelijk neergezet add Kees. Want hij gaat er nu vanuit dat je in een privé conversatie zit met Kees. Dus dit is nog een regel voor Kees. Nou, zoals je ziet is het een heel erg simpel scherm. Je hebt natuurlijk niet heel veel ruimte beschikbaar op het scherm van de Commodore. Dus het is een hele schaarse interface geworden. Nu hebben we nog twee extra schermen gemaakt. Eentje is als ik op F1 druk. Hier kan ik mijn draadloze netwerkparameters wijzigen. Hierbovenin staat de current SID, dus de huidige draadloze netwerk waar ik aan verbonden ben. Die heet bij mij BlackPearl. En het paswoord staat daarachter. En dan kan ik nu een nieuwe naam invoeren. Als ik me wil verbinden aan een ander draadloos netwerk, dan kan dat. Dat wil ik nu niet, dus druk gewoon op enter. En wat is het wifi paswoord? Nou, ook enter, dan verandert er helemaal niks. En dan kan ik tenslotte mijn gebruikersnaam wijzigen, mocht ik dat willen. Nou, stel je voor, ik wil mijn naam wijzigen, want ik wil ook Kees heten. Ja, dan kan dat natuurlijk niet. En dan krijg ik een error. En dan zegt hij, ja, die naam bestaat al. Heeft hij snel gecheckt met de website heen en weer. En ik zal dus mijn naam gewoon moeten veranderen in iets wat wel werkt. Dus ik verander het gewoon terug in wat het was, Jeroen. Als ik uit die schermen kom, dan zie je dat ik al mijn berichten kwijt ben. Nou, dat is nog een beetje jammer. Dus dat zal ik nog een keertje moeten wijzigen. Maar je ziet wel dat het heel aardig begint te werken. In ieder geval in de simulatie. Wat ik nu nog wil maken, dat is het volgende. Als ik op F1 druk, kom ik nu in die draadloze netwerk setup terecht. Maar eigenlijk wil ik, als ik op F1 druk, dat ik een soort helpscherm krijg met een menuetje van druk op F1 voor de wifi parameters en druk op F2 voor de gebruikerslijst. En dat werkt nu ook al op F2. Krijg ik een lijst met gebruikers. Maar het lijkt me handig om een soort startmenu te hebben achter F1... waarin dus de verschillende opties worden uitgelegd. Dit is mijn ontwikkelomgeving. Het is de Relaunch 64 IDE voor cross-development. Nou, cross-development, dat wil zeggen dat je iets ontwikkelt op bijvoorbeeld Windows, maar de code die je schrijft is voor een Samsung telefoon, zoiets. Of voor een andere ARM-platform. In dit geval ontwikkelen we dit op Linux. En we ontwikkelen het voor de Commodore 64. De assembler die ik gebruik, dat is de Kick Assembler. Kick-Ass, hier staat hij. En VICE gebruik ik als simulator. Dus als ik nou hier op F5 druk, dan start die VICE voor me op. En dan draait hij mijn programma. Dus hiermee simuleer je heel makkelijk de software die ik schrijf. Maar we moeten ook een stukje hardware simuleren. Want we hebben namelijk die seriële user port nodig. En die wil ik dus koppelen aan een van de USB-poorten waaraan die Arduino's of die WeMos microprocessoren gekoppeld zijn. Nou, dat kan je in VICE doen. Hier bij Settings. En het menu is erg lang, het valt net buiten jullie beeld. Hier zie je nog net staan RS-232 Settings. En dan hebben we hier user port RS-232 Emulation. Die staat aan. En User Port Device, we gebruiken Serial 1. En Serial 1, dat is dus dit ding
hier kan ik dus een serial port aanwijzen die ik wil gebruiken. Nou, het jammer is dat die alleen seriële poorten weergeeft die beginnen met TTIS. Zo heten ze vaak in Linux, TTIS en dan een nummertje. Maar die Arduino dingen, die heten altijd TTI USB 0, USB 1. Dus ik heb een link gemaakt hier, TTIS 931. Dat is een link naar TTI USB 0, waaraan dus die microprocessoren zitten. En zo kan ik dus deze gebruiken als input voor mijn user port. En de snelheid waarmee die draait, die is behoorlijk laag. Die staat op 300 baud. Dus heel erg traag. Dat moet ik in de toekomst ook nog een beetje omhoog zien te krijgen. Maar dat is voor latere zorg. Eerst moet het maar eens een beetje knap werken. Zo, ik heb het menu er ook bij geprogrammeerd. Dus als we nu gaan starten. En ik zal het scherm iets groter proberen te maken. Hier. En ik druk op F1. Dan kom ik dus terecht in mijn nieuwe menu. Het main menu. Nou, dit moet misschien een beetje anders worden nog. F1 is wifi setup. Als ik daarop druk, dan kom ik in de wifi setup. F3 list users en F5 is change name. Nou, laat ik dat even doen, F5. Wat is je naam? Nou, ik ben bijvoorbeeld Jeroen. Zegt die naam bestaat al. Oh ja, ik was eigenlijk Kees. Zo. En dan zijn we dus terug in het main menu weer. En dan kan ik met F7 terug naar de chat. F7. Ik heb inmiddels ook gemaakt dat ik het scherm kan opslaan voordat ik dus naar het main menu ga. Dus als ik uit het main menu kom, tot dan het scherm weer stond zoals het stond, met al de boodschappen die er waren, dan gaat hij gewoon verder waar hij gebleven is. Dus ik heb een functie gemaakt en die heet store screen. Of het is een macro. Store screen. En als we dan het menu gaan verlaten, dan zeg ik dus eigenlijk restore screen. En ik laat het allemaal niet in heel veel detail zien, want je moet niet denken dat je van mij assembly kan leren. Want ik ben nog een beetje op het niveau van ik hack het in elkaar. En als ik hier over een jaar naar kijk, dan denk ik van hoe heb ik dit ooit gemaakt en wat omslachtig allemaal. Denk ik. Typfoutje. Het heet backup screen. Dus laten we hem wat boodschapjes verzamelen. Zo, nu ga ik naar het main menu. Nou, even wachten nog. Hup. En dan besluit ik om terug te gaan naar de chat. F7. Kijk, en dan is weer gewoon mijn scherm zoals het was. Ik ben niks kwijt. Zo, het programmaatje is nu wel voor zo'n 95% klaar. In ieder geval goed genoeg voor een eerste versie. Dus de volgende stap is om het eens te gaan proberen op een echte Commodore 64. Dus ik moet mijn programmaatje nu omzetten naar een floppy disk eerst maar eens. En dan kijken of ik kan inladen in de Commodore. En ik moet de hardware maken voor de seriële poort.
Want ik moet die verbinding maken met die microcontroller. En dan kan ik eens testen of het ook echt werkt op echte hardware. Dat is natuurlijk wel belangrijk. En daarna ben ik er nog niet, want dan wil ik de hele boel nog gaan omzetten naar een cartridge. Dus nou, er is nog een heleboel te beleven en een heleboel te zien. Dus ik zou zeggen, subscribe even op dit kanaal. En voor nu zeg ik, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.